Nederlands team dat, zoals bondscoach Wim van Zwam zegt, geen grote individuele talenten heeft. Geen spelers die puur door eigen klasse een wedstrijd kunnen beslissen. Maar dit Nederland kan opereren als team. Ook is FC Groningen speler Leandro Bakuna ook aan de kant gebleven voor Nederland. Prupper is dus zijn vervanger op het middenveld voor Nederland. En het wacht is op de vrije trap nu van Cabral. En de kopbal komt er wel, maar levert geen enkel gevaar op voor de driemansmuur van Nederland. Van Frankrijk met Cabral en Van Aren achter de bal. Deze man Diallo in de goal. Wordt Cabral. Bal geraakt in de muur en dan is het een goal voor Nederland. Via de muur verdwijnt de bal in het doel. En dus is het raak voor Oranje, is het 2-1. En is dit toch wel hetgene wat Nederland nodig had. Van Haren. Goed gezien. Cabral. Cabral kijkt. Kijkt om zich heen. Bal weg. Snijder, kijkt ons geen. Kan dan zelf gaan voor een schot en dit is een heel aardig schot. Ingedeeld in pool A met Oostenrijk en Engeland. Oranje knokt zich terug in de wedstrijd. Komt heel ver, mooie actie. Cabral aan de linkerkant, voorzet is uitstekend. En dan, en het vervolg van Haren. Meer een voor Nadja. En een strafschop voor Frankrijk die werd gehouden. Martin Zindi. Goeie bal. Over grote afstand getransporteerd. En dan Castaños bij de tweede paal. Gerson Cabral, Feyenoorder. Hij heeft nog geen wedstrijden gespeeld in de hoofdmacht. Maar dit was een goede actie van Cabral. Leandro Bakuna. Houdt de bal in de ploeg. Nederland oogt anders en dat levert, dat andere spel levert een goal op in de zesde minuut. En wat speelt voorin in plaats van de La Parra? Het voorbereidende werk van Bakuna die hier om zich heen kijkt. Waar moet die bal heen? Dan is daar de voorzet. 1-0 voor Nederland. De Funesso, de spits van de Engelsen, nog niet in het verhaal voorgekomen. Speler van Aston Villa. Stadion dus van FC Bayern. Nog eens een keer in Nederland. Met, Gerson Cabral. En nog eens een keer de bal weggehaald door Oranje, Klaasie. Cabral, Gerson Cabral. Krijgt een duw. Kijkt naar de scheidsrechter en dan is Dean Parrott degene die geel krijgt. Van meteen op het aanvallende spoor brengt. Cabral, kijkt om zich heen. Castaños, Cabral gaat zelf kappen, draaien en nu de ruimte zoeken. En dan moet er toch eens een voorzet komen van Cabral. Nog een keer, goede actie, Cabral. Tweede paal is Castaños, maar die al niet. Hier Cabral nog eens met een aantal hele aardige acties. In de poging om de bal voor de goal te krijgen en zijn tegenstander uit te spelen. Dat lukt Cabral. Doel van Nederland. Cabral, goede actie. Brengt Oranje terug in balbezit. Van Haren daaraan over. Van Haren die opnieuw een goede indruk maakte en daar. Geet. Florian Jozefsoon mag in de slotfase aan de bak, ook in deze wedstrijd tegen Engeland. En Cabral neemt zijn tijd uiteraard om naar de kant te gaan.